Lumpia, 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 Lumpia. Nou, het is een paar dagen voor het Corso en ik zit hier samen met... Jan Elst. Jan Elst en algemeen bekend in buurtschap De Berk. En hoe lang doe je dat al? Nou, ik ben op het veld werkzaam zolang de buurtschap De Berk bestaat. Dat is vanaf 1980. Heb ik alles meegemaakt qua bloemen op het veld en heel het jaar door zo. Er is heel veel veranderd natuurlijk in die tijd. Qua productie en ontwerpen natuurlijk. En als het ontwerp, daar moeten jullie ook nou vanavond ook de bloemen voor kweken. Ja, als wij tijdig weten wat er door de ontwerpers aan kleuren gevraagd wordt, dan proberen we daar zoveel mogelijk op in te spelen met de planten. Maar ja, AT is niet mogelijk, want als het ontwerp al laat bekend is, dan weten wij het niet. Want de knollen moeten voor januari besteld zijn, een nieuwe. Ja. Dus zijn we te laat, ja, dan pakken we ernaast. Eigenlijk ben je er heel het jaar mee bezig met het veld. Ja, echt heel het jaar door. Tenminste bij ons in De Berk. Er zijn een aantal buurtschappen bij die doen het anders. Maar wij, dat begint ja, vanaf het Corso. We zullen vanaf het Corso beginnen. Dan is het plukken voor het eigen Corso. En nadien is het nog een aantal weken plukken voor andere Corso plaatsen. Iedere week tot oktober. Tot oktober doen jullie nog voor andere corso's. Wordt er ook geplukt voor de drogerijen? Nee, dat is niet meer, helaas. Dat was een mooie tijd voor de drogerij, maar het was heel druk. En dat is niet meer. Dat is een modeverschijnsel geweest en dat is weer uit blijkbaar, want er wordt niet meer naar gevraagd. Nee. Dus dan een paar maanden nog plukken na het corso en dan gaan de knollen uit de grond. Ja. Dan beginnen we... Eind september, begin oktober, dan beginnen we met alles eruit halen wat erin staat. De regeninstallatie, de touwen, de palen waar de touwen aan vastzitten. Nou, dan worden er de kleuren die ertussen staan, die er niet tussen horen. Want er zijn al die soorten bij waar hier en daar vreemde kleuren tussen staan, die gaan eruit. Nou, en dan tegen november, dan gaan ze uit de grond. Dan worden ze allemaal zuiver gemaakt. Eerst wordt het loof afgekneusd. Nou, dan worden ze uitgeschud en dan gaan ze in kisten. Dan gaan ze naar het eind van het veld en dan worden ze helemaal zuiver gemaakt. Dan gaan ze in gaasbaken en dan gaan ze in de opslag, in de verwarmde opslag. Want ze kunnen geen vorst verdragen. Ja, verwarmde opslag, welke temperatuur praat je dan over? Nou, ongeveer 5 graden boven nul moeten ze blijven. Het is niet erg als een keer... 2 graden boven nul, maar dat kan niet te lang duren, want dan worden de knollen ook weer slechter. Officieel moeten ze eigenlijk minimaal bij 5 graden bewaard worden. Ja. Dus dan, we zitten nou net een paar dagen voor het corso, dus wanneer gaan jullie, zijn jullie nou al aan het plukken voor de wagen? Nee, wij zijn momenteel aan het plukken voor de koeling. Wij hebben soorten die hebben we veel nodig en die zijn niet onbeperkt verkrijgbaar. En die hebben we... eind vorige week de grote eruit geplukt en dan plukken we nu nog een keer de grote uit en die gaan dan in de koeling en dan plukken we die zaterdagmiddag, worden die pas echt goed geplukt. Oh, ja. Het is echt heel mooi weer nou, het is niet al te warm. Zodra het boven de 25 graden wordt, dan wordt het vervelend. Maar zo tussen die 20 en die 25 graden en dan s'nachts dan ook nog tussen die 15 en die 20, zoals de laatste dagen is, dan is het perfect weer. Ja. Nou, dan wens ik je heel veel succes met het Corso en hier op het veld. Ik ben Wout Simons en ik kom van Sint-Willebrug en ik kom hier al 16 jaar met veel plezier naartoe. Ik kan wel vertellen dat het ontzettend leuk is om hier in Zundert op zijn bloemenveld. En wij gaan er jaarlijks, het gaan dus plus minus 50 zaterdagen per jaar, dus we hebben maar 2 vrij. Voor de rest doen wij hier alles op het veld. Die bloemen planten, die bloemen binnenhalen, die knollen splitsen. Nou, en dan is het zover dat we nou aan het korten zijn. En dat is fantastisch. Ja, ja. En het is natuurlijk leuk in de natuur. Als het een beetje zulke weer is net vandaag, dan is het gewoon een lust. Hè? Een feest, want luister, hierachter, dus ik ben dan dik 70 jaar. Nou ja, dan is het hier fantastisch om hier tussen die bloemen en tussen die planten. En wat je dan ziet, er weer eens een paardje rijden. Je ziet hier af en toe een hertje. Je ziet hier... Hoe heet dat ze weer? Die kleine kwartletjes, patrijsjes. Patrijsjes, van alles zie je hier. Oh.
Ja, als je dus hier staat en doet, dan... En geen stress? Nee, dat krijg je niet, hè? Nee. Want kijk, Kiske, net die dingen, die zijn gewoon blij als ze hier weer bij kunnen zijn. Als je dus oud wordt, en dan blijft die hier toch wel intact. Ja. Hij wordt te slijpen die mensen mee. En of ze nou netjes plukken of goed plukken, dat doet er niet toe. Nee. Achter maar bij zet. Een dalia wil water, een dalia wil water, een dalia wil water, maar doe